Oké, welkom terug bij deel 18 van The Ride 5 Courier. We gaan verder met de World Tour. En we gaan beginnen met de tweede endurance race in de Latijnse Endurance 57 serie. We hebben de vorige keer 20 minuten op Interlagos gedaan. Uiteindelijk finished we als achtste. We hadden makkelijk vierde of vijfde kunnen worden. Alleen ik crashte in de laatste ronde. En we hadden zelfs kunnen winnen. Maar dat ging allemaal niet helemaal hoe ik had gehoopt. Maar goed, we hebben P8. We hebben daarmee al 95 punten. En we gaan nu een race op Almeria, een circuit waar ik nog nooit eerder een endurance race heb gedaan. Volgens mij heb ik hier voor het laatst gereden in Ride 2. En het is ook op de korte layout, dus dat is interessant. We hebben de vorige keer met de Kawasaki gereden. Dus we gaan nu rijden met de Yamaha IZF R7 OE2. In de wit-rode endurance kleuren. Ja, precies, die we ook op het plaatje hebben. Maar dan met de nummer 93 erop. Ja, wel een interessante circuit. Ik ken hem niet goed. Heb ik hier überhaupt? Ja, we hebben hier wel. Volgens mij hebben we deze keer al op een layout van Almeria gereden, maar volgens mij niet deze. Dus het wordt interessant. We hebben ook geen kwalificatie, dus we worden gewoon meteen de race in gegooid. Dus ja, zien we hoe het gaat. Abel Maier op de Kawasaki. ...20 minuten hier op Almeria. Nou, we hebben meteen een hele krappe bocht naar rechts. Ik heb ook geen idee hoe de AI hier is. Maar goed, P9. Laten we hem eventjes in Eker gaan trouwens. Meteen al een penalty omdat ik daar remde op het gras en meteen al helemaal het zand op. Dat is gewoon gebrek aan baken, dus ik ken het circuit gewoon niet. P16. Full power voor het rechte stuk. We hebben er ook eigenlijk veel te vroeg. Ik heb deze layout echt volgens mij van mijn nog nooit gereden hier in Almeria. Oké. We gaan even allemaal over het gras heen daar. Wat zo geel is dat het bijna zand lijkt. Wel een beetje uitgestorven voel hier. Nog wel een keer even een goede bijval of zo. Hier naar de binnenkant. Oh, ik doe hem ook even aan de kant.
In ieder geval heb ik nog geen crash gehad, dus wat dat betreft gaat het beter dan in Interlagos. Ik heb even behoorlijk actie van de binnenkant bij die andere Yamaha. Die heeft trouwens hetzelfde held pak als ik. En dan zonder de rode accenten. Omdat de heldpakken een beetje zijn aangepast. In Ride 4 had je een ander model. Hij gebruikte het ook altijd de zwart-rode voor de Endurance Yamaha. Nu nog steeds een heldpak en nog steeds een HSC-helm met een mooie Venom design. Ik geloof het ook een paar afleveringen terug een Venom-helm met de Honda Hornet. Dat was een andere. Oh, sorry. Dat was echt heel erg aangezien aan de binnenkant daar. In ieder geval gaat het oké. Okay. We liggen op P10, 4,78 aan het leiden en ik zit natuurlijk ook in eco-mode. Ik denk dat we het niet gaan redden om geen pitstop te maken, maar we kunnen natuurlijk wel een stellen stop maken als we weinig hoeven bij te tanken. Mooi laat. Oh, we doen hem even over het, op het gras, dat was een andere Yamaha. RSA hier van David Gámez. Oh fuck, gaat veel te snel. Ik vergeet ook in het gedeelte, het wordt een hele erge penalty. En ik crash. Ah, dat was echt dom. Heel dom. Vooral dat ik meteen 2 seconden aan mij heb. We liggen nog wel op P9. Ja, 3 seconden kwijt en 2 seconden penalty, dus in principe 5. Het is heel erg gek hoe je daar na de start finish moet je al meteen in de rem, omdat je er heel kort naar rechts gaat. Ik was het er helemaal vergeten. Ik weet zeker dat ik nog nooit op deze leeftijd heb gereden. Dat kan niet anders. Gaan we dit seconden door elkaar met iets anders of is het nou gewoon wat we een andere layout doen? Ik heb sowieso of nooit op deze baan gereden of gewoon nooit op deze layout. Ik denk het tweede. Ik kan best wel laat remmen daar. Mooi buitenom de langs. Ik heb niet vergeten hoe de eerste bocht hier loopt. Dat is heel gek. Je moet gewoon al voor de start-finishlijn, ver voor de start-finishlijn al remmen. Dat voelt echt, dat gaat heel erg tegen je gevoel in.
Oftewel, als je gewoon echt met een goede ronde bezig bent, moet je gewoon je volgende ronde compleet opofferen door niet te remmen. En een quali ofzo, of als je zelfs de ronde wil. Oh, sorry. Moet wel zeggen, de Yamaha OB2 is wel een hele fijne motor. Heel stabiel. En ook bijvoorbeeld, met deze motor kan ik gewoon naar ze inschakelen onder hellingshoek. Dat is bij dit ding geen probleem. Leider is naar binnen. Ik weet niet. Oh, kut! Ik vergeet het weer. Gelukkig werd ik reset, dat hielp me echt. Je moet er echt op letten. Okay, de eerste rijders zijn naar binnen gegaan. We hebben nog steeds 35%. Ik ga misschien deze op de volgende. Hoe ben ik 19e sneller? Kut, en nu niet meer. Dat was de eerste crash van de race. Heel knullig fout. Hoe was ik daar 19e sneller, omdat ik gereset werd? Misschien heel veel gewoon. Dat hielp niet. Oh, ik kijk naar mijn fuel. Ik ga deze ronde ook wel gewoon naar binnen. Sorry, ik kan echt niet stoppen met mensen beuken, kennelijk. Ik ga maar gewoon naar binnen. We hebben nu ongeveer 30% verbruikt. Dan wacht ik, ik ga wel tanken tot iets van 80% of zo. Zitten we safe. Mooi naar de binnenkant hier. Kijk, de rest gaat ook naar binnen. Oké. Okay. Ja, ik neem wel gewoon medium. En we tanken hem tot 80. Op 79, ook goed. Zo, P20. Hoezo hebben de anderen zo'n veel snellere stop? Hoe heeft iedereen me gejumpt? Ik snap dat niet, dat was in Brazilië ook al. Ik denk minder dan de rest. Kijk, ze staan op 98 en we vonden het gedaan, maar ze zijn minder lang in de pit. Waar slaat het op?
op het werk te doen. Ik had veel minder dan 80 moeten bijdenken trouwens. We kunnen nu in ieder geval vol klaar blijven rijden. Nu nog steeds P19, iedereen is gepit. Ik had echt veel minder moeten tanken. Echt veel minder. We kunnen in ieder geval nu in power blijven rijden voor de rest van de race. Dat we zo ver naar de wacht zijn gevallen, ja, zoals ik al zei, we hadden echt een veel sneller stop moeten hebben. Top 10 kan nog wel. We hebben niet gedacht dat er nog meer tijd te gaan hadden dan we hadden. Maar dat de rest wat langer was. Ik wil ook even mee. Vonden voor de laatste ronde. Mooi laat geremd. P10.
Zo is het 2 nu. We hebben toch ook nog niet 2 seconden penalty, wat ik heb vergeten. Ik ben er over P8. Ik heb nog steeds 35% fuel. Ik heb echt spijt van dat ik zo lang in de pits bleef wachten. Ah, natuurlijk. Heel typisch in de laatste ronde. Tot in op de baan kan wel, als we nu binnen doorgaan bij Cooper, maar die twee penalties natuurlijk zijn, of herstel 2 seconden penalties zijn vervelend. Nog P8, maar had zoveel meer ingezeten. Zo, vallend over de finish. Ja. Oh, een beetje underwhelming. Uiteindelijk P10. Wat wel dezelfde ronde. Ja, weet je, ook hier, we hadden het gewoon kunnen winnen. Als ik dat beter had gedaan, als ik die pitstop beter had gemanaged en ik had veel minder lang moeten wachten met het tanken. Ik weet even niet, dacht dat we nog iets van op de helft waren, maar ik keek wel niet naar die timer, joh. Ja, dit hadden we wel de veel verder kunnen komen. Maar goed, het is P10. Wat is dit? Restart pitstop? Kan dat? Are you sure you want to go back to the last segment? You will lose progress. After the last pitstop. Oh wow, je kan dus vanaf de pitstop kan je het restarten. Maar dus, dan gaat hij. Dan kan je niet meer kiezen hoe lang je bij je tankt, ga ik vanuit. Nou, ik heb even een paar fotootjes hier en daar. Wel leuk dat het kan, die replay na de laatste pitstop. Even kijken, wat is een leuke plek voor een shot. Misschien zoiets. Nee, wacht. Ja, hier ben ik op rechterop. Dat ziet er mooier uit met de opzicht van de rest. Dan zie je de sleeve van riders. Je ziet ook mooi de helm. De Venom helm.
Echt een hele rare bocht heen. Ik vind het wel mooi dat circuit zien. En hoe een beetje die paddock eruit ziet hier op het Andalusia circuit. Daar zit de touringcar waarmee we zijn gekomen. Waarschijnlijk. Hey, kijk, je kan zelfs hier het interieur zien. Kijk dit, hoe gedetailleerd. Ze hebben gewoon een tafel met stoelen staan en een soort van bankje. Binnen is het niet iets uit te zien. Dit is de laatste. Zo. Key moments. Ja, ik zou hem eigenlijk bijna nog willen doen, maar ik gewoon weet dat ik hem eigenlijk wel een stuk beter kan doen. Maar ja. Skill issue. Het enige grappige van deze bocht 1 is, en de finish, dat als je tweede ligt, je kan echt makkelijk gewoon vol gas blijven gaan en dan de finish pakken. En dan crash je natuurlijk wel keihard in bocht 1, maar de AI die gaat natuurlijk remmen alsof de race doorgaat. Maar kun je nagaan in het echt? Wat zou je doen in het echt? Met deze baan, die finish zijn letterlijk, je moet al voor de finish remmen om bocht 1 te halen. Maar als je aan het vechten bent voor een overwinning, ga je dan gewoon niet remmen op hoop van zegen, in de hoop dat je het overleeft. En niet gewoon volledig vol onderuit gaan in bocht 1 of keihard tegen de muur komt. Want dat is bijna niet te doen, joh. Je moet wel remmen, anders dan knal je gewoon tegen de muur. Het is gewoon of dan niet winnen, of winnen maar keihard tegen de muur knallen en in het ziekenhuis terechtkomen. Hoe graag wil je winnen? Daar gaat het dan echt om. Dat hebben we ervoor over. En natuurlijk schade aan de motor. We hebben daarmee 40 punten. Ja, ja. Het is wat. Het is wat. Oké. P10. Ja, echt, die stop was het meest frustrerende. Op zich, twee crashes valt mee, maar... We hebben nog één race te gaan, we hebben nog maar... Ah, kijk, we hebben wel... Als we de 147 hebben, hebben we al die minimale score. En hebben we de Kawasaki. Maar goed, volgende keer Portimao. Ik ga het even beëindigen voor deel 18 van de Ride 5 Career. Maar dus thanks voor het kijken. Nog een fijne dag en tot later. Mazzel.